Iedereen heeft talent. Elk meisje of jongen heeft de potentie om het verschil te maken. Daarom leiden wij met 3x3 Unites jongeren op tot 3x3 Leaders. We laten deze jongeren binnen de opleiding ervaren hoe ze vanuit hun passie een positieve impact in hun wijk en daarbuiten kunnen maken. Met 3x3 als middel bieden we ze perspectief en handvatten om eigenaar te worden over hun ontwikkeling en zo dromen waar te maken. Dit is het verhaal van Shuently. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Curaçao. Ik denk toen ik vier jaar oud was, kwam ik met mijn moeder naar Nederland. De eerste paar jaar in Nederland woonde op verschillende plekken. En op een gegeven moment zei mijn moeder, ja, we gaan gewoon in Amsterdam blijven. En ja, via school kwam ik in contact met basketbal. En ik denk op mijn 16e leeftijd begon ik te spelen bij BC Amsterdam Warriors. En toen had ik niet eens de juiste schoenen, ik had niet eens de juiste kleding. Maar mijn moeder had me altijd geleerd om gewoon voor mezelf te zorgen. En nu al een paar maanden woon ik gewoon op mezelf. Nou, via Warriors kwam ik in contact met 3x3 Unites. In 2016 zochten ze deelnemers voor hun eerste 3x3 Leader Course. Aan het begin ging ik een beetje twijfelen, maar ik was toch wel benieuwd. Nou, de 3x3 game pakte me wel meteen, want het is een harde en fysieke game waar je als speler constant bezig bent. En ja, je moet ook verantwoordelijkheid nemen. En daar kon ik mezelf ook verder ontdekken als basketballer, maar ook als mens. Daarna besloot ik om de studie International Business Management te doen. En kreeg toen ook een uitwisseling met Singapore. Voor mij ging toen een hele wereld voor me open. Het heeft geen zin om naar anderen te kijken als het gaat om je ontwikkeling. Maar het gaat meer om de keuzes die je zelf maakt. Shu is iemand die out of the box denkt. Die probeert op een ander niveau 3x3 basketbal te verbinden. Dat ook te doen voor jongeren met zijn eigen ideeën, maar wel altijd goed voorbereid. Als organisatie bieden zij jongeren ook de kans om buiten het veld om zich verder te ontwikkelen. Ik zag ook de behoefte om andere content voor ze te creëren. Daardoor kreeg ik het idee om een Instagram page aan te maken genaamd 3x3 Next. Want 3x3 is niet alleen basketbal. Het gaat ook om de lifestyle daaromheen. Bijvoorbeeld fashion, sneakers, andere urban sport, muziek en dans. We zijn allemaal één community. Bij 3x3 Unites willen we iedereen samenbrengen. Shuently kan net zoals ik een beetje overkomen als een nonchalante gozer. Maar naarmate hij hem leert kennen, merk je wel dat hij ambitieus is. Gepassioneerd, creatief en hardwerker. Ja, Shu man. Shu is echt een eerlijke, hardwerkende jongen. En wat ik gewoon waardeer aan hem is dat hij dat ik altijd bij hem terecht kan voor nieuwe projecten of nieuwe ideeën. Dan weet ik dat hij me daarin ondersteunt. Ik help nu ook jongeren met hun creativiteit. Die van mij zet ik in binnen het communicatieteam van 3x3 Unites. Dit doe ik vooral als fotograaf. Verder werk ik ook aan een hele dope podcast. Dit host ik iedere maand met Anis Toevoer. Elke episode ontvangen wij gasten uit de scene. Yo guys, welkom terug bij de Next Podcast. Dit is de 7e episode en vandaag hebben we een speciale gast. En dat hebben we mijn twee favoriete hosts, Shuely en Anis. Nou, ik heb geleerd om groot te denken. Bij 3x3 Unites wordt dit ook gestimuleerd. Ik zou heel graag onderdeel zijn van het introduceren van het 3x3 programma in Curaçao. Hier heb ik ook mijn eindscriptie van mijn studio voor geschreven. Ik zie het helemaal voor me. Daar bijvoorbeeld de 3x3 Leader Course geven. En voor jongeren naar dezelfde ontwikkeling mogelijk maken. Als ik zelf heb meegemaakt, dat lijkt me heel gaaf. Het zal de cirkel echt rond maken.